Ja, ik mocht er eigenlijk niet over beginnen en ik wil er ook niet iedere keer opnieuw over beginnen, want ja, het klinkt al gauw zo zeurderig. Maar het hondenspeelveldje, ja, het staat echt gewoon al een hele tijd in de wacht en wij vroegen ons eigenlijk een beetje af waar het blijft, het voorstel, en of er nog iets gebeurt. Ik krijg natuurlijk heel veel vragen van mensen die ik onderweg tegenkom. En hoe ver sta je al? Ja, ik denk, ik vraag het nog maar een keertje vanavond. En wat zei de wethouder? Nou, de wethouder gaf aan dat er aan gewerkt wordt. En hij verwacht het al volgende maand. En hoe gaat het dan verder? Want, de raad gaat er dan iets van vinden? Ja, hoe het precies verder gaat, echt, ik heb werkelijk geen idee. We gaan het voorstel afwachten en dan gaan we daar onze mening over vormen. Het zal inhoudelijk belangrijk worden, want ik hoorde de wethouder ook iets zeggen over dat het geld gaat kosten. Nou, dat was voor mij ook nieuw. Niet zozeer dat het gratis zou worden, maar dat het in één keer veel geld gaat kosten. Dus we kijken even naar het voorstel wat er komt. Ja.